tong is een wapen. Waar of niet waar? Want, ik denk niet waar. Ja, je kan wel iemand kwetsen door iets te zeggen, maar of je dat dan gelijk een wapen moet noemen? De tong is een wapen, dat vind ik waar, want je kan mensen zo erg kwetsen dat ze zelfmoord plegen. En er waren mensen, als je die gewoon met z'n allen de grond in boort, dan wilden ze gewoon niet meer leven en zo. De tong is een wapen, dat is zeker waar. Want je kan er mensen mee kwetsen door dingen te zeggen, ja, gewoon. Ja, ook zonder dat je erover nadenkt en zo. Ik kan je een voorbeeld geven uit je eigen leven misschien? Nou, ik ben dus niet echt slank. En mensen hebben me vroeger op de basisschool best wel gepest en zo. En ja, nu denk ik echt van, ja, laat ze maar kletsen. Ik bedoel, het kan mij niet meer zoveel schelen. Maar vroeger zat ik er wel heel erg mee. Ja, ik vind zeker dat het tong een wapen is. Juist omdat je zo snel iets zegt, dat je er niet bij nadenkt gewoon. En dat kan heel hard aankomen. Dat weet je soms gewoon zelf niet, hoe erg het hard aan kan komen. En ja, je denkt meestal gewoon niet na bij wat je zegt. En daarom is het juist zo erg. Denk je dat het op school veel gebeurt? Ja, zeker. Op school juist. Kun je een voorbeeld geven? Nee, dat niet. Maar nee. Ja, je hebt gewoon van die mensen. En als één iemand gewoon gepest wordt, dan gaan die anderen vanzelf meedoen. Met je tong kun je het meest beledigen. En iemand voor lul zetten. En als je dat niet kan, dan hou je alleen maar je lijf over om mee te slaan, zeg maar. Maar is dat dan de beste weg? Nee, dat is niet de beste weg. Ik denk dat je tong, dat je daarmee alles uit moet vechten.